Het Korps Penitentiaire Ambtenaren doet niet mee met het défilé op 25 november vanwege problemen met kleding en schoeisel. Dit bevestigt bondsvoorzitter Max Breinburg. De voorzitter zegt dat er wel een valide reden is voor het niet meedoen, in tegenstelling tot berichten vanuit het onderdirectoraat Financiële Zaken van het kabinet van de president. En om te beginnen wil ik even aangeven dat een KPA sedert 2018 niet meer is voorzien van PSU, dus kleding, standaard uitrusting. Ja? En we hebben, dus om een specifieker te zijn, vorig jaar hebben we dus nog meegedaan aan parade en défilé met veel moeite. Ja? We hebben dus herstelwerkzaamheden kunnen verrichten aan de attributen, dus de zaken die nodig zijn, drumstellen, al dat soort dingen. Daar waar nodig is, hebben mensen zelf hun kleding aangeschaft. Ook daar waar nodig hebben anderen schoenen geleend aan anderen, sec voor het feit dat we kunnen meedoen aan de parade. Na die parade, 2 dagen daarna, 27 november, hebben we dus gelijk een schrijven ingediend aan de minister om aan te geven dat als zaken zo door blijven gaan, we niet meer gaan kunnen meedoen aan parade. Dus we hebben ze dus ongeveer 1 jaar de tijd gegeven om zaken in orde te maken. Breinburg zegt dat er vanaf vorig jaar 2 offerten zijn opgemaakt voor de aanschaf van attributen. Gedurende deze periode heeft het personeel ingespeeld op het probleem van kleding en schoeisel. Breinburg is van mening dat het niet kan dat de overheid deze zaken niet aanpakt. Het was gewoon een tikkende tijdbom die dus maar aan het tikken was. En uiteindelijk is het zover gekomen, zoals ik zei. Vorig jaar hebben we dus nog aan de bel getrokken en tussendoor hebben we dus aangegeven van kijk, als zaken zo door blijven gaan, gaan we niet kunnen lopen. Men weet precies wat kan en wat niet kan. Ja, als men 2 maanden terug de gelden had vrijgemaakt, dan konden we dus nu vandaag de dag zeggen van ja, daadwerkelijk heeft PA een andere reden gezocht om niet te lopen. Maar dat was niet het geval. We hebben steeds keer op keer, vooral naar 25 toe, hebben we keer op keer de aandacht gevraagd van het ministerie voor dit geval. Zeg met de bedoeling dat we alsnog konden lopen. Maar als het niet anders kan, dan wordt ineens nu de schuld in onze schoenen gezet. Breinburg benadrukt dat er sprake is van nalatigheid vanuit de autoriteiten. Het personeel is enthousiast om mee te doen met de parade, echter kan er niet door de vingers gekeken worden. Breinburg zegt dat minister Kenneth Amoksi begrip heeft getoond voor de situatie. Er zijn afspraken gemaakt om het probleem aan te pakken.